Welkom bij een nieuwe unboxing hier op gamerset.nl. Super ludiek dat je kijkt. En Amador is bij me aangeschoven. Hi Peter. Super gezellig dat je bent. Geweldig. We hebben een special edition binnengekregen van Left Alive. Dat is een game van Square Enix. En het zal je opvallen, maar de man van Kojima Productions die gewerkt heeft aan de game, heeft ook hier gewerkt. Niet de man, niet Kojima zelf. Maar één van de. Eén van de. Daar hebben ze dit. Het is bijna niet te zeggen. Het is bijna niet te zeggen. Het is echt, ze zeggen, oh, het is een klein saillant pinkslagje hebben ze eraan veranderd. Maar nee, dit leunt natuurlijk heel erg op de graphics van Metal Gear. Het is geen Metal Gear. Dat gaat het cijfer ook waarschijnlijk niet worden als je de Metacritic kijkt. Maar goed, we gaan wel de Special Edition unboxen. En, want er zit wel een toffe Mac in en die wilden we jullie toch wel even laten zien. Doe je ding. Ja, sorry, jij plastic eraf halen. Dat is mijn arch enemy, daar ben ik niet zo goed in. Dus. Nee, ik ben heel goed met plastic. Mooi zo. Het is een doos. In een doos. Nice. Kijk. Doception. Fantastisch. Goed, doos ben ik niet zo goed mee, maar sure. Ik wel. Goed. Hoe gaat dit ding open? Je hebt tot 10 jaar verkering, of niet, bijna? Ja, dus. Oké, prima. Er zijn ook redenen voor. Goed. Goed, een doos. Een doos. Met daarin een blik. Een blik. Met, ik gok de game. Het is wel een hele toffe steelcase. Met wat Max erop, achterkant ook. En de game. Met een code. Leuk. Nog een code. Nog allemaal code voor de special edition. Ja, dan moet ik dan nu gaan blurren, dankjewel. Sorry. Ja, maar dit is toch alleen maar om te. Hier vind je niks mee. Oké. Okay. Maar ja, de hartstikke game. Top. Hartstikke top. Goed, die gaat naar een reviewer toe. Top, denk ik. Goed, ik ga verder. Ik ben heel druk artboek. De komende weken. Er zit een artboek in. Hartstikke leuke art. Dit is wel echt een. Nee, de art van de game is echt heel vet. Ja, dat kan je niet anders zeggen, want het lijkt gewoon op Metal Gear. En dat is ook heel vet. We zien even kijken wat of we een leuke bladzijde kunnen vinden. Hier zie je ook alle uitdrukkingen van een bepaalde karakter. Ik heb geen idee wie dit is. Maar nou, dat is die chick uit Metal Gear Solid 3. Weet ze ook weer Sonja of zo? Ik weet niet. Ja, geen idee. Lijkt ze wel op. Dus ja, tof. Dit is heel tof. Ik vind het boekje zelf er ook mooi uitzien. Ja, leuk boekje. Wat is dit? Ik denk dat dat... Oh, dat is het al. Maar wacht even, je kan ook dit nog zo doen. Dan kan je gewoon... Nee, oprecht. Dit is een doosinnovatie die zijn weerga niet kent. Let op, normaal zit je altijd te pielen. Tom weet ook alles van, zit je altijd te pielen. Van hoe krijgen we het eruit? Doe dit gewoon. Ja, geweldig. Dit is gewoon Labo 2.0. Dit is Labo 2.0. Doe je ding. Hier zit een Mac in. Hij heet Volk. Volk? Ja. Volk. Oh, spannend hoor. Superleuk. Voor mij moet je hem zelf in elkaar zetten. Nou. Nee, het valt wel mee. Het is een, er zitten wat opzetstukjes op. Daar weet ik dan weer veel van. Het is een Transformer. Het is een soort Transformer. Ja. Maar Mac is er ook een soort Transformer. Ja. Nou, zullen we eens kijken of we dit ook snel in elkaar kunnen zetten? Of denk je van... Oh, Transformer is geen Mac. Dat klopt niet met de Canon van Transformers. Ik hou helemaal niet van Autobots. Ik heb hier het boekje. Vorige keer heb ik met jou een stoel in elkaar gezet. Dat ging ook heel goed, ging super soepel. Ja. Ik zit er nog steeds met liefde. Hij voelt wel heel tof. Het is, Het is trouwens een specialist van €160, had ik dat al gezegd? Ja. Nou, dat kan je... Dat heb ik niet gezegd. Maar dat kost hij dus. Oh, hij kan draaien. Ik dacht dat ik hem afbrak. €160, hè, mensen. Ja. Maar wat, hij heeft dus... Oh, dit is een kanon, denk ik. Dit kan op zijn schouder. Oh, dit heb ik al door. Ik gebruik nooit gebruiksaanwijzingen. Dit is een kanon op zijn schouder. Dit is een gun voor op zijn rug. Weet ik niet, waar moet de gun? Oh, de gun is ook op zijn schouder. Maar wacht even. Oh, fuck. Ik gebruik nooit handleidingen, zegt meneer. Ja, je denkt die moet hier? Oh, waar bemoei je toch mee? Ja. Fuck it. Zo. Nou, is dat een mooie gun. Dit is ook iets. Een pokerfiche. Nee, ik heb geen idee wat dat is. Wat is dit dan? Hij heeft dan extra paar handen. Ja, dat is waar. Want dan kun je dus verschillende dingen in zijn armen handen doen. Dit is bijvoorbeeld een riot shield, denk ik. Shield, basic. Parts can be attached to the figure. Shield deployed. Hij is al deployed. Maar in een van die manieren kan hij die shield zo vasthouden. En dan kun je dus de hand zo aanpassen. Of kan het shield er zo ook in? Nee, hartstikke schild. Leuk. Nee, oh. Hand eraf. Maak hem nou niet kapot. Nee, ik maak hem echt niet kapot. Nee, want dit vind ik fucking mooi in de vitrinekast. Klopt.
Dat moet je niet kapot maken. Nee, dat doe ik ook niet. Ik ben rustig. Ik ben rustig! Godverdomme. Ah, die arme man. Ja. Lau is dood. Ja, dat is toch. Heb je gelezen, Lau van... Godverdomme. Hey, alles kan je godverdomme nagelopen. Zijn helemaal door elkaar heen gefrommeld. De perspleur is ja, precies. Goed, die is dood. God hebben ze ziel. Ah, vertrouwen kijken van hij, hij ging echt dood op Internationale Vrouwendag, hè? Echt? Hij is vrouwenvriendelijke man. Zijn vrouw heeft in ieder geval gevierd. Ja. Maar goed, hij was vertrouwen kijken van Games. Sorry dat hij... Goed. en dan kun je geweer. Nou, hartstikke goed. Nou, ik denk dat je dit nog even moet oefenen. Nee, dit komt goed. Oh, is dit voor zijn gun? Hij heeft twee handjes. Dus deze waarschijnlijk voor... Ja, dit is voor zijn gun. Dus hij komt zijn gun er zo in. Zo. Goed. Hartstikke mooi. Dit is hem. Nee, ik vind, het is op zich echt mooi, ja, het is wel echt een mooi ding, ja. Dat zeker. Ja. Hij heeft ook gewicht in de schaal. Dus het voelt ook kwalitatief en zo. Ja. Dus... Super vet. Dit is wil je nog een eindshot zo? Even zo? Oh, wat mooi. Dit is de Mac edition van Left Alive. Ik heb dat ding maar kwijt. En de game zelf. Die heb ik hier. Oh. En de game zo. Dit is het zo. En €160 kun je het kopen. Niet bij ons, maar bij een winkel. Nou. Leuk dat je hebt gekeken naar Gamers.nl. Als je weer een nieuw unboxing wil zien, of een nieuwe review, een nieuwe preview, nieuwe video's, trailers, etc. naar Gamers.nl. Dankjewel, Amador. Dankjewel, Peter. Tot de volgende.